Natuurlijk mag je meekomen, vriend. Kom gezellig mee. En als ze nu pijltje naar beneden drukken, dan kunnen we hem dus gooien en een item pakken die ver weg ligt. Yo, Nintendo fans. We zijn hier met mijn maat Cooper in Paper Mario. De allereerste Paper Mario. Die is oud. Jij bent oud. Kom jij ook weer? Je bent zelf oud. Ik denk dat jij nog ouder bent dan ik, vriend. Volgens mij was hier ook nog iets. Iets wat ik eerst niet kon doen en nu misschien wel. Maar was dat hier naar beneden? Ja, daar heb ik mijn mattie nodig. Kijk, hoppakee, kan ik hem daar naartoe gooien? Star piece in the pocket. Ik ben wel even benieuwd. Hoeveel duimpjes omhoog kan ik krijgen voor mijn maat Cooper? Want volgens mij is Cooper wel echt een basie. Gooi die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Want dan mis je geen enkele Nintendo video op dit kanaal. Ondertussen loop ik even terug. Ik wil even slapen. En dan gaan we nu echt even op weg naar het fort van die coole Koopa's. Ik zag hier een itempie. Ja, een honingsiroopie. Die brengt 5 FP terug waarmee we die speciale aanvallen kunnen doen. Oh, snap. Oh, snap. Wat kom jij doen, vriend? Ik ga jou surprisen. Hotsakee. Wij gaan gewoon even lekker zo... Hop, bovenop zijn bakkes. Zo, hoppakee, die is ook weg. Nou, deze kleine Koopa Goomba nog even. En die is ook weg. Lekker. Ik zag dat ik trouwens bijna weer een level omhoog ging. Dat scheelt niet veel meer. Hallo? Hoppa. Waar kom jij je nou weer mee bemoeien? Beam! Let's go! Nice! Is er nog eentje over? Kijken of we zijn aanval even kunnen afweren. Nee, dat lukt de hele tijd niet. Beetje jammer wel. Maar ja, we verslaan hem wel makkelijk, dus dat scheelt weer. Volgens mij ga ik nu een level omhoog. Nee, nog niet. Ik heb nog 2 star points nodig. Oké, kan ik deze springen? Nee. Dan moet ik denk ik even hierboven staan. En dan hem gewoon erop gooien. Kijk, wat ziek idee. Lekker. Wat is dit trouwens? Een storm. Thunderbolt. Ik kan geen items meer meenemen. Lekker dan. Nou, dan ga ik de fried jar even wegdoen. Blijft die dan hier liggen? Ja, dat dan weer wel. Gaan we weer even naar de overkant door op het knopje te drukken. Oh, nice bruggetje erbij. Dat is wel een goed teampie dit, jongen. Oh, deze probeert me aan te vallen. Dat gaat niet lukken. Ja, dat gaat wel lukken. Verdorie. Jump. Zo te zien deed dat niet heel veel pijn. Helaas. Kijk, die heb ik wel afgeweerd. Lekker. En deze heb ik ook afgeweerd. Nice. Lekker bezig, Mario. Heerlijk. Lekker. Waarom raak ik hem niet? Ik moet hem eerst op zijn rug gooien en dan pas kan ik hem raken? Is dat het ding? Anders raak ik zijn schildje of zo? Volgens mij is dat het ding, ja. Oké, let's go. Die hebben we ook weer afgeweerd. Eigenlijk wil ik nu even op die andere springen. Zo, hop. Die ook weer even op de grond brengen, zodat hij mij niet kan aanvallen. Of hij kan mij wel aanvallen, denk ik. Beetje jammer, hij kan mij denk ik wel aanvallen. Die is denk ik weg, die voorste. Yes, lekker. Afweren. Oh, we weren opeens alles af. Eindelijk lukt het. And he's down. Bam. Hij kan ook lekker niet opstaan zo. Helemaal toppie. Mazzel. Kijk, en dan gaan we nu inderdaad een leveltje omhoog. Wat gaan we dan kiezen? Gaan we weer voor HP, FP? Of gaan we meer badges kunnen dragen? Ik vind het lastig. Ik denk dat ik nu voor FP ga. Ik wil wat meer speciale aanvallen kunnen doen. Hallo, is hier ergens dat kasteel van de Koopa Bros? Daar ben ik namelijk naar op zoek. Kijk, dan ga ik nu even een speciale aanval doen. Op hun allemaal. Dat zou super chill zijn. Kijk, hoppakee, allemaal in één keer weg. Nee, okay, nee, die Koopa is nog niet weg. Maar die ligt op zijn rug, die kan niks doen. Dus die gaat nu ook gewoon verdwijnen, denk ik. Hatse flats. Ja, het is toch wel lekker als je iets meer FP hebt, denk ik. Moet je ook weer niet te snel uitgeven, want voor we het weten komen bij een baas. Volgens mij gaan we nu het kasteel in. Ja, als je dan zoveel tegenstanders hebt, dan moet je eigenlijk wel die speciale aanval doen. Want anders gaat het straks helemaal fout. Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Want dan kunnen zij op mij allemaal gaan aanvallen. En dan heb je op een gegeven moment denk ik wel een probleem. Nu zijn er nog 2 over, dus nu hoef ik niet te bang te zijn, denk ik. Nu is er nog maar 1 over zelfs. Ik moet volgens mij echt meer items ook gaan gebruiken. Want elke keer kom ik items tegen, dan moet ik ze laten liggen. Kan ik hem trouwens daar naartoe gooien. Vriend, ga je naar boven? Nee, dat gaat niet. Oh, kan ik hem hier tegen die barst gooien? Ik dacht even misschien dat deze muur kapot zou gaan als ik hem daar tegenaan ging gooien. Maar helaas, zo werkt het niet. Hier kunnen we een hartje krijgen. Dan zijn we weer helemaal vol. Oh, voordat we het kasteel ingaan. Ja, kijk, hier zijn we dan. In het kasteel. Lekker. Oh, let's go, let's go. Het kasteel van de Koopa Bros. Daar is de eerste. De Ninja Turtle, daar lijkt hij wel op. Hij zegt, Mario, wat de... We hebben een probleem. Mario is er al. Ik ga het vertellen aan de leider, aan de rode Koopa. Kijk hem wegrennen dan. Jongen, 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 jongen. Beetje jammer dit. Daar kan ik niet naar binnen. Ik moet denk ik gewoon door de hoofdingang. Ja, we gaan gewoon door de hoofdingang. Oké. Ik zie daar Koopa shells. Ik zie daar een boze Koopa. Die ik wil gaan pakken. Kan ik op je hoofd springen? Ah, nee. Er is ook een bom. Zouden we niet eerst even die bom gaan pakken? Oh, die bom is boos. Oké, okay, oké, okay, PowerShell. Oh, dit is denk ik niet slim dat ik dit doe.
Ik denk dat het helemaal niet slim is dat ik dit doe. Ik moet denk ik gewoon die punten proberen te bewaren zoveel mogelijk. Ik was gewoon even bang voor die bom. Ik denk als die net zo sterk is als Bobby, dan hebben we straks een probleem. Daar zat ik gewoon niet op te wachten. Oh, ik heb een sleutel. Nice. En die hebben we natuurlijk hiervoor nodig. Hoppakee, poortje openmaken door de deur heen. Let's go. Hier hebben we nog meer Bobby's. What up, Bobby? Hallo. Ja, ze worden echt boos, jongen. Maar volgens mij hoef ik ze dan nog maar één keer te raken. En dan zijn ze gewoon kapot. Ja, kijk, top. Oh, afweren die handel. Nee, niet afweren. Ik denk dat als ze in je gezicht ontploffen, dat je echt een probleem hebt. Oh, snap. Er zijn hier best wel veel bommen. Hoppakee, we hebben wel de first strike. Dus dat is helemaal lekker. Of ik weet eigenlijk niet of dat lekker is. Want nu wordt die andere bom wordt boos. Kan ik ook gewoon niks doen? Ja, beter denk ik om even niks te doen. Anders ontploft die bom in mijn hoofd. Dat moeten we echt niet hebben. Gelukkig kunnen we ook gewoon niks doen. Hartstikke idee. Let's go, we zijn in het donkere kasteel. Hier zijn heel veel problemen. En die problemen zijn met name de Koopa-broers. En hier staat er weer een, de groene. Die zegt, hey dude, jij moet sleutel bewaren. Oh, nee, oh, het hek gaat dicht. Oké, hoe komen we daar dan weer in? Meneer de groene Ninja Turtle. Ga je ook wegrennen? Hij zegt van, ja, jij gaat sowieso de weg hier niet vinden. Doei, mazzel. Oh, gast. Kom hier jij. Hartstikke idee. Oké, afweren. Oké, niet afweren. Eerst even deze kapot maken. En die is weg. Ja, dan moeten we nu weer even niks doen, denk ik. Ik kan die niet afweren, die Frinky Bobby. Nou, we hebben dit gevecht ook weer overleefd. Maar hoe komen we nou aan die sleutel? Kunnen we niet gewoon hier achterlangs? Nee, we moeten er via de bovenkant in, denk ik. De eerste puzzel is gaande. Hier staat iemand achter. Oh, 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 jongen. Shit! Oké, dit gaat niet goed hoor. Ik denk dat het ook niet echt zin heeft om zijn ability te doen. Want dan maakt hij de bommen alleen maar boos. Oh, ik heb nog maar 8 HP over, verdorie. En hierna heb ik nog maar 6 HP over. 5 HP zelfs nog maar. Niet oké. Ik heb heel snel leven nodig. Laat me met rust. Oké, ligt hier ergens een hartje? Ja, oké, ik heb 1 hartje gekregen, maar dat is niet heel veel. Oh, zij zijn met te veel. Oh, lekker! Ik heb een first strike gemaakt nu. Door mijn mattie op zijn hoofd te gooien. Oké, dit moet denk ik wel lukken. Deze battle gaat misschien nog wel. Wat verdorie, jongen. Deze vijanden die zijn met veel. Hier in dit kasteel. Misschien kan ik Goombario wel even roepen. Dan kan hij hem analyseren. Oh, nee. Misschien toch niet handig. Oh, snap. Oh, Goombario. Jij moet hem nu kapot maken, hè? Jij moet hem nu headbonken. Jij moet hem slopen. Goombario ging zelf ook kapot. Kijk, ik moet hier op een of andere manier boven zien te komen ergens. Maar hoe dan? Ik kan dus ook hier bovenop komen. Is het niet zo dat die cracks in de muur kapot kunnen of zo? Of heb ik daar een bom voor nodig of iets? Hij kan ze niet kapot maken in ieder geval. Nou, we gaan maar gewoon even door. Juist, ja. Hoppakee, first strike. Oh, nee. Oh, maar dit is een probleem. Even kijken, kan ik een pauwblok gebruiken? Let's go. Pow! En dan ability. Powershell. Let's go! En dan iedereen kapot maken. Hoppakee! Lekker, jongen. Lekker. Oh, dit was wel even teamplay, hoor. Met mijn 4 HP. Oh, kijk, top. Daar is nu een knopje gekomen. Die drukken we in. Het begint wat te trillen nu. Ja, hierboven gaat wat gebeuren, zo te zien. Oh, deze gaat nu naar beneden. Oh. Oh, dit wordt een kelder. Aha. Maar hier hebben we ook nog een deur. Maar daar heb ik waarschijnlijk dan geen sleutel voor. Ik wil ergens hartjes. Iemand, help mij. Ik kan nu 2 kanten op. Oh, nee. Nee. Oh, hier zijn echt te veel enemies. Oké, ik heb nu een item nodig. Niet mij aanvallen. Ik zei toch dat ik een item nodig had, vriend. Oké, eerst deze guy even op zijn rug. Oh, we hebben weer een powershell nodig. Hopen dat dit helpt. Hopen dat dit op zijn rug krijgt. Nee. Oké, dan moeten we nu gaan afweren. Lekker. En afweren. Lekker, Mario. Oké, als we zo goed blijven afweren, dan gaat het wel goed komen. Oh, man. De stress. De stress. Oké, het gaat tot nu toe wel redelijk in die battles. Ik heb nog steeds een battletje gedaan met 3 HP. Maar nu moet ik wel echt even een itempie gaan gebruiken, denk ik. Even kijken, een mushroom geeft 5 HP terug. Maar ik heb ook echt maar 1 mushroom, hè. Nou, weet je wat? Laten we het doen. Laat het gewoon doen. Zekere voor het onzekere. Hier zijn gewoon nog 2 battles. Hoe kan ik deze guy ontwijken? Ja, ik kan wel zijn aanval ontwijken. Dat is top. Oh, nu lukt het een keer niet. Dat is jammer. En jouw aanval lukt ook niet. Zie je, ik had het wel echt nodig. Ik had die mushroom wel echt nodig. Let's go, let's go, let's go. Maak hem kapot.
Nice. Nog één battle te gaan. En weer maar 4 HP over, jongens. Misschien had ik gewoon even wat meer mushrooms moeten kopen voordat ik naar dit kasteel ging. Ik heb echt dikke healing nodig, jongens. Anders gaat het toch helemaal fout hier. Oké, waar kom ik nou weer terecht als ik hier naartoe ga? Zijn hier enemies? Oké, wacht. Hier rechts was namelijk ook nog een kamer. Wat is hier dan? Oh, dit is een gevangenis, joh. Hier kan ik ook nog niks mee. Maar hier zitten allemaal bommen gevangen genomen. Zijn dit de stoute bommen of zo? Ja, er zijn trouwens ook 2 bommen natuurlijk ontsnapt. Die waren naar Koopa Village gegaan. Die zeiden van, ik ga nooit meer terug. We zijn ontsnapt en ze buiten ons allemaal uit. En het is een scheidkasteel. Die waren het er niet mee eens. Oh, ik moet wel echt oppassen hier. Hoe ga ik dit nou weer doen? Oh, kan ik er achteraan lopen? Of kan ik... Ja, ik kan er gewoon overheen springen. Oké, gelukkig. Oké. Spring. Lekker. Oh, sleutel. Ah, 1 sleutel. Oké, rennen, rennen, rennen. Lekker. Rennen, 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 rennen. Oké, cool. We hebben 1 sleutel te pakken nu. Gaan we hier deze deur openmaken? Nee, dat gaat niet. We moeten de andere deur openmaken. Moeten we dan deze deur openmaken? Ja, oké. Mag ik healing alsjeblieft? No, wat ben jij hier aan het doen dan? Wat ben jij aan het doen, jij gele koempa? Jij, Michelangelo. Hij zegt, oké, dit is perfect, denk ik. Jij zit hier een val te maken, hè? Hij zegt, wow, kijk, Mario is daar. Oh, en wegrennen? Serieus, gelijk weer wegrennen? We gaan even kijken wat hij in zijn schild voert. Dat gaan we doen in de volgende aflevering. Dan gaan we kijken of we dit kasteel uit kunnen spelen met mijn 3 HP. Ik denk dat het moeilijk wordt. Maar we gaan het alsnog proberen. Als je dat wil zien, knal de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!